ben zit nu in de laatste fase van mijn studie organisatiewetenschappen. Ik ben bezig met het afronden van mijn master. Organisatiewetenschappen houdt zich bezig met alles in en rondom organisaties. Het is heel breed, van innovatie tot netwerken, tot strategie. Er wordt gekeken hoe binnen organisaties de beste structuren zouden kunnen zijn, wat wel niet werkt, maar ook hoe organisaties in de samenleving staan, zich aanpassen aan wetgeving. Als student vind ik, doet zelforganisatie me vooral denken aan alle verenigingen die studenten opzetten. Zoals de universiteit die faciliteert een leeromgeving, maar dat is het eigenlijk. Als student kom je op een universiteit en je gaat naar de lessen, maar studenten merken dat er een urgentie is om meer te halen uit een studie, want bedrijven verwachten meer. Maar dat wordt dan niet door de universiteit gefaciliteerd. Studenten gaan zelf op zoek om die meerwaarde uit de studie te halen. Doordat je veel zelf moet doen bij de universiteit, dat je niet per se als student aan het handje genomen wordt. Datgene wat je doet moet je wel echt leuk vinden. Dus je bent wel extra gemotiveerd om te doen wat je aan het doen bent. Ik denk dat zelforganisatie in de toekomst mensen makkelijker bij elkaar kan brengen. Dat mensen eerder hun mensen vinden die hetzelfde zijn als hen, dezelfde ideeën hebben, waardoor ze een plan die ze hebben ook daadwerkelijk in uit kunnen voeren. Omdat je sneller bij die mensen kunt komen die ook dat idee hebben.